zoals Wilders vraagt aan de moslims om het een en ander uit de Koran te scheuren, verlangt Plasterk in feite dat wij een aantal teksten in de Bijbel zwart maken. Wat vinden de Revo's van de subsidie die Revo Anders van Plasterk ontvangen heeft? Gaat deze subsidie ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt? We vragen het Chris Jansen. Hij is socioloog en was jarenlang hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. En hij is kritisch over de subsidie. Plasterk heeft natuurlijk heel duidelijk de bedoeling om homoseksualiteit aanvaardbaar te maken, maatschappelijk geaccepteerd te maken. Nou, dat is een doelstelling die wij volstrekt niet kunnen onderschrijven. En dan is het toch wel bedenkelijk als je binnen het kader van zijn beleidsprogramma toch kennelijk activiteiten kunt ontplooien die daarin passen. Dan moet je jezelf de vraag stellen van, zit ik wel goed als organisatie? Maar bereikt Plasterk deze mensen dan wel? Het feit dat hij zelf meegedaan heeft, dat was vorig jaar zomer of zo met de Gay Pride, waardoor hij zich toch heel duidelijk in dat kamp geplaatst heeft. Ja. Dat maakt natuurlijk toch dat men dan in reformatorische kringen niet alleen daar zegt, op dit punt is dit een man die wij gevaarlijk vinden. Want hij heeft als minister toch duidelijk zijn mogelijkheden en stelt zich zonder meer op aan de kant van de, om het dan even zo te zeggen, de extravagante homo's. Niet aan de kant van de beschaafde homo's, want ook in de homokring. Dat heeft kwaad bloed gezet. Ja, toch wel inderdaad. Dat was ook voor het eerst. Ik kan me niet herinneren dat onder vorige kabinetten ministers daarin gingen meevoeren. Homoseksualiteit is vanuit de schrift veroordeeld. Niet de homoseksueel, de homofiel die daarmee worstelt. Zo had elk mens een kruis. Elk mens heeft een strijd op deze wereld, op deze aarde. Wat je natuurlijk toch ook ziet, dat moet helaas ook gezegd worden, dat in kringen waar men zich vroeger, dan heb ik het over 20 jaar geleden, toch duidelijk afzette tegen acceptatie van homoseksualiteit, ja, dat men daar nu toch makkelijker over gaat denken. Nee, maar heel de discussie vorig jaar binnen de ChristenUnie. Komt dat door de openheid en doordat er meer over wordt gepraat, denkt u? Nou, meer over wordt gepraat, toch de druk vanuit de maatschappij, de neiging zich daaraan aan te passen. Bij de ChristenUnie speelde er natuurlijk heel duidelijk ook dat men toegetreden was tot het kabinet. Ja, als je toetreedt tot een kabinet waar homo-emancipatie een van de doelstellingen van zijn, ja, dan kun je natuurlijk toch naar je eigen kring de lijnen niet al te scherp en al te strak meer trekken. Wat de toekomst brengen mogen, mijn geluid is heren. Johan Quist zegt, doordat er zo weinig over gepraat is, kent hij heel veel jongeren die rondlopen met zelfmoordneigingen. Nou, dat is natuurlijk best ernstig. En ik neem aan dat dat beeld terecht is. En dat betekent dat je er natuurlijk best over moet spreken. En dat het goed is dat daar ook in de kerkelijke wereld, op reformatorische scholen, ook in de begeleiding van het personeel enzovoort, daar aandacht voor is. En ja, die aandacht is, ik weet niet meer of dat voldoende is, daar kan ik niet helemaal over zien, maar is in ieder geval stukken meer dan dat 40, 30, 50 jaar geleden het geval was.